Hoi en super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb echt zoveel zin om deze video op te nemen. Ik heb dit soort video's gewoon af en toe random op YouTube voorbij zien komen. Dus ik zal natuurlijk de video's van andere YouTubers in de beschrijving linken. Maar vandaag gaan we dus mijn Pinterest droomgarderobe shoppen. En we gaan dus herfstitems shoppen. Want ondanks dat het vandaag echt weer een hele mooie zonnige en warme dag is. Zomer is heerlijk, maar qua fashion vind ik herfst denk ik toch echt wel het leukst. En aangezien het tot nu toe eigenlijk nooit goed is gelopen dat ik een stylist mijn kleding uit liet kiezen, leek dit mij het perfecte moment om een keer zelf zo'n video op te nemen. Ik hou echt van Pinterest. En als we kijken op mijn bord, mocht je mij dus ook nog niet eerder gezien hebben, dan zie je meteen dat ik best wel van neutrale kleurtjes hou. Ik hou van een goede jeans. Ik hou van een oversized look, maar ook wel weer contrasterend met bijvoorbeeld een satijnen top of een wat blotere top vind ik eigenlijk heel erg vaak leuk. En wat ik ook al jaren op het oog heb, wat je meteen ziet als je hier dus kijkt, is een trenchcoat. Ik heb nog nooit de perfecte trenchcoat gevonden, dus daar gaan we naar op zoek. En ik ga jullie er gewoon lekker in meenemen waar ik vandaag allemaal ga shoppen. En ik zal jullie ook meenemen in een unboxing. Ik ga dit denk ik in etappes doen, dus meerdere delen van deze video. Want het lijkt me sterk dat ik in één keer echt de perfecte items vind. Want dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ik steek liever best wel wat tijd in mijn research doen en de voor mij perfect uitziende items vinden passen. Misschien zit het niet eens perfect en moeten er nog dingen retour. Dan dat ik overhaast dingen bestel die in de buurt komen wat ik leuk vind, maar het net niet helemaal zijn. En op basis van de pins die je nu in beeld ziet, heb ik een lijstje opgesteld met items waar ik dus vandaag naar op zoek wil gaan. Dat is onder andere een trenchcoat. Ik wil heel graag iets van een satijnen topje of een topje die in het midden een beetje openvalt. Ik wil ook heel graag weer een zwarte of in ieder geval een hele donkere jeans. Dus donkergrijs zou ook kunnen. Ik wil graag een zwarte blouse. Dat zou gewoon een katoenen blouse kunnen zijn. Of een satijnen blouse. Ik wil een goede tote bag. Want ik heb dus ook secties op mijn Pinterest board. Dat zie je hier. Zo'n soort tas wil ik heel erg graag. Zodat ik mijn laptop daar handig in mee kan nemen. En dan heb ik ook nog een bord met schoenen. En ik wil me vooral op de loafers. Of ik weet niet hoe ik het uit moest spreken. Brooks misschien focussen. Beetje van die degelijke schoentjes. Dat vind ik echt wel heel erg leuk. Maar juist dus weer in contrast met een goede jeans. Nou ja, we gaan het allemaal zien. Genoeg op ons boodschappenlijstje. Ik ben benieuwd wat we vandaag gaan vinden. Maar mocht jullie dus nog tips hebben waarvan je denkt, oh, je moet dit item een keer checken of in deze webshop, laat me dan vooral weten. Allereerst gaan we kijken bij de webshop waarvan ik veruit de meeste items in mijn kledingkast heb. En dat is Naked. Het eerste waar ik naar op zoek ga zit natuurlijk tussen de outerwear. En dan ga ik echt tussen de coats kijken. Ze hebben ook trenchcoats apart als kopje. Laten we anders eerst eventjes deze kijken en dan vervolgens bij coats. Ik weet dus niet precies voor welke kleur ik wil gaan, maar gewoon een goede neutrale. Wat ik hier zie zijn vooral zomer trenchcoats nog. En als ik hier echt tussen de andere coats ga kijken, dan zie ik bijvoorbeeld ook deze. Wat dus niet echt precies een trenchcoat is. Maar zo'n model vind ik eigenlijk ook wel echt heel erg leuk. Nou, is dit iets te roze voor wat ik wil? Niet precies wat ik wil. Ik zou graag wel een ceintuur bij de jas willen. Ik vind deze heel cool. Die heb ik ook al een hartje gegeven. Maar ben bang dat die te grijs uitvalt. En als we dan verder scrollen, komen we de perfecte vandaag tegen? Of is dat gewoon iets te optimistisch? En het antwoord is helaas ja. Geen nood aan de man. Ik ga gewoon voor andere items verder zoeken. En ik vind de zoekbalk ook echt heel fijn werken. Dus ik ga gewoon op zoek naar satijnen top. En daar hebben ze een apart kopje voor. En deze had ik laatst al gezien. En ik vind dat zo bizar als ik deze eventjes openklik. Qua hoe mega erg hij lijkt op deze die ik heb opgeslagen. En ik zou het liefst inderdaad in het zwart of het wit willen. Want deze is natuurlijk een lichtblauw. Maar helaas denk ik dat ik wel voor een maat 42 wil gaan. En die is er in allebei de kleuren niet meer. Dus ik kan wel even hierop klikken. Maar welke vind ik dan het mooist? Deze. Maar nog genoeg satijnen tops om tussen te kijken. Ik heb een satijnen top gevonden. In het zwart. En ik draag laatst niet meer zoveel zwart. Maar voor de herfst vind ik het dus wel echt een hele mooie kleur. En hij is best naakt.
En daar hou ik van. Maar ik ben dus ook op zoek naar een donkere jeans. En zoals dit model het gecombineerd heeft met elkaar vind ik wel echt heel erg leuk. Nou hoop ik dat ik een broek tegenkom die nog wat hoger dan dit valt. En dan heb ik ook nog deze blouse opengeklikt. Dus weer een zwart satijnen item. Ik denk dat dat mijn go-to gaat zijn of zo. Tenminste, ik hoop dat het natuurlijk allemaal mooi valt. Maar dit is gewoon zo'n goede basic. En het lijkt me zo leuk om zowel open als dicht te kunnen dragen. En kijk met wat voor schoenen dit model het ook draagt. Oh my god. Ik heb weer wat gevonden. Ik weet eventjes niet zo goed qua maat of een 40 bij mij valt zoals ik zou willen dat het valt. Maar als we even teruggaan naar mijn Pinterest-board en dan vooral naar deze foto. Dit is denk ik echt een van mijn favoriete outfit inspiratie pins. Een lichte jeans heb ik al, maar ik vind het zo mooi hoe die gecombineerd is met dus een lichte top die je aan de voorkant dichtknoopt. En ik vind deze qua idee gewoon wel echt heel erg in de buurt komen. En ik vind hem ook in het zwart heel erg mooi. Maar ik moet hier echt voor oppassen dat niet mijn hele herfstgarderobe zwart wordt. Dus ik sla hem eventjes in deze kleur op. Ik denk dat ik zo qua tops wel weer eventjes vooruit kan. Dus waar ik nu tussen ga zoeken is jeans. En blijkbaar kan je ook op model zoeken. En dan denk ik dat we naar straight moeten gaan. Dat vind ik het leukst bij mezelf. En dan zwart. Voor de zekerheid klik ik ook eventjes grijs aan. En dan klik ik ook eventjes mijn gebruikelijke maten aan. Sommige jeans vallen van Naked een beetje aan de kleine kant. En dan blijven er dus 23 resultaten over. Ik vind deze er heel mooi uitzien. Blijkbaar is dit de beste optie. En hij heeft dus wel zo'n apart detail. Maar daar hou ik wel van. Ik hou echt van goede basics. Maar ook wel van basics die net eventjes een unieke twist hebben. En vaak klik ik trouwens ook kleding even in andere kleuren nog aan. Om er nog beter beeld van te krijgen. Maar ik vind dit wel echt heel erg vet eigenlijk. Mocht je op zoek zijn naar een lichte jeans. Hebben ze die blijkbaar ook. En hij heeft dus zo'n gerafelde onderkant. Maar lijkt me ook echt heel erg leuk om op deze manier te combineren. Blazertje erbij. Ik zie het helemaal voor me. Oké, we hebben echt al heel veel van mijn wishlist gevonden. Qua schoenen ben ik best wel beperkt tot een ASOS. Er zijn vast en zeker ook meer webshops. En volgens mij heeft Zalando ook schoenen met een wide fit. Maar dat is wat ik nodig heb. Dus ik kan niet zomaar overal tussen de schoenen kijken. Maar ASOS die heeft altijd best wel een groot aanbod alsnog. Dus als we hier naar schoenen gaan. Schoenen met een brede pasvorm. Dan zien we dat het gewoon bijna 700 soorten schoenen zijn. Hier kan je ook al zo lekker filteren. Dus dit is wat ik bedoelde. Ik weet nog steeds hoe je het uitspreekt. En loafers. En eigenlijk het liefst zwart. Maar wellicht word ik verrast door nog andere die ertussen staan. Deze gaan we zo even bekijken. Die vind ik er leuk uitzien. Van de 52 stijlen heb ik er 4 aangeklikt. Dus daar gaan we eventjes tussen kijken. Ik vind deze er echt heel cool uitzien. Maar ik vind een heel klein hakje nog wel kunnen. Ik vind dit te aanwezig. Dan zou ik zeggen, maak er lekker een platte zool van. Dit is niet helemaal mijn ding. En ik hou echt van chunky. En ik hou echt van een dikke zool. Oh, ik denk dat vooral qua schoenen mensen die deze video kijken denken, meid, wat ben je aan het doen? Maar ja, dit is zelfs voor mij een beetje te. En deze vind ik wel echt cool en preppy. En qua hak gewoon goed. Ik vind het een coole zool. Ik vind ze er super vet uitzien. Deze zijn van ASOS Design. En dan van een ander merk zijn deze er ook nog. Dus een wat mattere look. Ja, ze lijken heel erg op elkaar. En ik vind ze allebei heel cool. Maar deze vind ik toch wat meer chunky en wat stoerder dan deze. Dus ik neig tot nu toe naar deze. En dan heb ik ook nog deze schoenen opengeklikt. Die zijn wel echt heftig. Vind ik. Hè? Smaakverschillen. Lakleer. Gek sokje erin. En het lijkt me gewoon zo leuk om onder een donkere jeans te dragen. Of gewoon een normaal blauwkleurige jeans, zeg maar. Ik denk dat mijn pasvormassistent sowieso niet klopt. Ik moet deze in 39 of 40 bestellen. En deze in een 40 blijkbaar. Dan ga ik deze in een 39 doen. Kijken wat beter zit. Kijken of het überhaupt hetzelfde is. Het is wel hetzelfde merk. Allebei van ASOS Design. En dan denk ik dat dit voor nu wel even goed is. Ik ga eventjes mijn bankrekening pijnigen. En dan ben ik hierna bij jullie terug met de eerste items van mijn wishlist. Om aan te proberen. En ik hoop dat veel dingen goed zitten.
en leuk staan. Maar we gaan het zien. Het is een paar dagen later. ASOS bestelling komt vanavond. En mijn Naked bestelling is nu al binnen. En ik heb een deel hiervan zelf besteld en betaald. En een deel hiervan gekregen. Dus ik zal de links naar alle producten in de beschrijving zetten. Ik heb ook een kortingscode. En die zal ik er ook bij zetten. Laten we het unboxen. Oké, veel zwarte items. We gaan beginnen met de jeans. En deze heeft dus de normale sluiting. En door dat aparte detail nog een knoopje die dicht gaat. Hij is een beetje aan de lange kant. Maar I love it. Hij sluit echt heel erg goed aan. Zit vet lekker. Ik heb echt zoveel fijne jeans van Naked. Maar soms vallen ze ook best wel klein. Maar meestal vallen ze dus zo perfect. Dus hier sluit hij goed aan. En voor de rest loopt hij gewoon straight naar beneden. Ik ga er even schoenen met een wat dikkere zool onder aan doen. Om te kijken hoe dit dan valt. Oké, twee opties. Ik vind dat deze schoen er op zich best wel onder verdwijnt. En dit is met mijn Dr. Martens. Het is natuurlijk een broek met zo'n onafgemaakte onderkant. Dus ik zou er gewoon zelf een paar centimeter van af kunnen halen. Misschien dat ik dat ga doen. Want ik vind dat het lang is en dat hij dus een beetje zo gedrapeerd valt. Echt een leuk effect. Maar ik denk dat het iets too much is voor wat ik leuk vind. Ik denk dat we dit van mijlenver hadden kunnen zien aankomen. Ik hou van blotere topjes. Maar ik vind dit toch wel te BH-ig. Iets meer stof aan de bovenkant of iets meer aan de onderkant. Of wellicht bij allebei. Een klein stukje meer had ik wat chiller gevonden. Ik bedoel, ik vind hem wel cool hoor. Maar ik vind die mouwen zo mooi. En dan lijkt het net alsof dit gewoon een bikini topje is. Het is echt een onwijs mooi stofje. En je kan hem natuurlijk zelf helemaal dichtknopen. Hier zit trouwens aan de binnenkant van het spul, waardoor het heel goed blijft zitten. Een beetje zo'n soort rubberen randje. Ik weet niet precies wat voor materiaal dat is. Ik weet dat echt een gemixt publiek mijn video's kijkt. En dat de meesten zullen zeggen, doe normaal, het is te naakt. Maar zit er ook iemand tussen die zegt, nee, het kan wel? Let me know. Zo denk ik, nee. In mijn camerascherm denk ik, nou, misschien toch wel. Maar ik neig naar nee, dus dan moet je niet doen, toch? Dan is het geen droomitem, toch? Daar gaan we voor vandaag. I like, maar niet genoeg. Dit zoveel potentie. Maar hij is echt te... Nee. Kijk, dit had ik leuk gevonden als hij hier wat dichter naar elkaar zou vallen. It's too much, man. Terwijl de stof is zo mooi en het model is zo mooi en schattig en mooi dat hij op delen één laagje stof heeft, zoals bij de mouwen. Maar dat het hier een dubbele laag is, dus dat je wel wat dekking hebt. Nou, dit loopt niet helemaal volgens plan. Ik verwacht natuurlijk niet dat hoe kleding bij een model staat, dat het bij mij exact hetzelfde staat. Maar ik had toch wel wat meer dekking hier verwacht. Het gaat om mijn droomgarderobe. Dus ik ben extra kritisch vandaag. Want dit is echt een hartstikke mooi stofje. Hij zit heel lekker. Voelt echt als super goede kwaliteit. Maar ballonmouwtjes een beetje. En dan zou ik gewoon willen dat het hier ook iets wijder zou vallen. Dus dan zou je denken een maatje groter. Maar ik denk dat ik dan alsnog de verhoudingen voor hoe het bij mij valt niet zo leuk vind. Ik vind het net niks. Ik zou iets oversizeder mooi vinden. Of dat de mouwen dan... Ik weet het niet. Hij is ook, maar niet onderdeel van mijn droomgarderobe. Omdat ik shopte goed kreeg, heb ik nog iets meer gekocht dan op de planning stond. Maar dit is ook weer een beetje dat ik ineens heel klein lijk met een broek die meer dan de helft van mijn lichaam inneemt. En dat klopt ook wel. Deze zou ook zeker korter moeten dan. Maar vind ik deze leuk als we dat zouden doen? Ik dacht nee, maar nu denk ik ja. Alleen deze heeft gewoon zo'n normale onderkant. Zo zielig, die schoentjes eronder vandaan. Dus dat zou ik dan wel door een kleermaker moeten doen. Want dat talent heb ik niet ontwikkeld. Zou handig zijn als ik dat wel een keer leer. En wat ik ook echt een must-have vind voor aankomend seizoen is een leren jas of blazer of iets dergelijks. Maar deze had ik al. Is wel ook van Naked volgens mij. Dan hebben we ook nog de tote bag. Laat ik hier even iets in doen. Ik heb mijn laptop erin gedaan, want dat is natuurlijk waarvoor ik een tas zocht. Bart Nepleer is natuurlijk gewoon tijdloos. Kan je met alles combineren. Mijn laptop is mega en die past erin. Dus dat is ook heel erg fijn. En ik vind deze broek ook zo cool. En die andere jeans op 6 mei. Deze tas vind ik zo ziek. Staat beter bij die donkere broek. Maar soms, één keer in de zoveel tijd, zie je toch in de winkel iets of in een webshop iets. En dan ben je gewoon op slag verliefd. Liefde op het eerste gezicht. Vervolgens,
als dat dan al een keer gebeurt, denk er altijd wel goed over na van... Is dit wel liefde op het eerste gezicht? Weet je wel, ga ik dit vaak dragen? Kan ik dit met veel combineren? Zie ik dit over een paar jaar nog steeds in mijn kast? En het antwoord was ja. Ik had deze al zo lang op mijn favorieten staan. En ik draag heel veel van die mini schoudertasjes. En ik vind gewoon deze kleur zo ontzettend vet. Echt een blauwe grijs tint of grijze blauw tint. En ik denk dat het ook bij een trenchcoat zo sick kan staan. Of over deze outfit met een blazer bij een lichte outfit. Ik vind hem echt super cool. En ik hou dus van basics. Ik hou van basics die net een beetje apart zijn, zoals die zwarte jeans. Maar af en toe een iets opvallender item zoals dit. Als ik gewoon weet van dit past zo goed bij mij. Love to see it. We zijn inmiddels een paar dagen verder, maar broek is ingekort. En mijn twee paar hazelschoenen zijn binnen. Allereerst ga ik de loafers aanproberen. En deze zijn gewoon heel simpel. Dus een beetje laklier heet het volgens mij. Aardig zultje eronder en dus... zo'n gouden detail. Oké, ik heb gewoon een random shirt aan. Maar dit is de broek ingekort. Dus wel nog lang. Maar ja, valt echt anders. En ik ben er heel erg blij mee. En dan de schoentjes. Ja, ik vind dit dus echt heel erg leuk. Ik zou het ook leuk vinden met een sokje erin. Maar ja, ondanks dat ze een beetje lastig waren om in te komen. Ik weet niet of je het zo kan zien. Als ik erin loop, slip ik er een beetje uit. Ik vind het wel eventjes wennen, vooral van de zijkant. Maar dit... echt love it. Dus ik denk dat ik even ga wachten. Of me zeg maar aangemelden dat er 39 euro op voorraad komt. Die bestellen en dan kijken hoe die vallen. Maar ik denk dat ik hier echt heel veel leuke outfits mee kan maken. Het volgende paar zit echt een stuk beter. Dus 39 it is. Ja, ik vind deze minder leuk. Het lijken net dansschoentjes of zo. Op zich van de bovenkant denk ik ook alweer ja leuk. Doet me een beetje denken aan mijn Dr. Martens. Maar voor de rest vind ik ze niet zo... Ik weet niet... Oh, stofje van mijn broek. Ik vind die zool niet zo... Ik vind het op zich ook best leuk. Maar toch niet helemaal leuk voor bij mij of zo. Het is iets met dit gedeelte. De zijkant, zeg maar, hoe het bij de hiel zit. Hoe laag die daar valt. Of ik weet niet precies. Misschien komt het ook doordat ik ook een hoge wreef heb. Maar deze gaat retour. En die andere ook. En dan ga ik hopen... dat die anderen er dus in 39 weer een keer komen. Ja, ik had dus gehoopt dat ik in deze video al over meer items meer enthousiast zou zijn. Maar we zijn er weer een stukje wijzer op geworden. En ik heb ook al op de planning staan waar ik de volgende keer ga shoppen in real life. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. En ik denk dat die video ongeveer 2 weken na deze online komt. Dus mocht je dat niet willen missen, kan je abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik super leuk vinden. Ik vond het echt heel leuk om te doen. Ik hoop echt dat jullie het ook leuk vonden om te zien. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik je snel terug bij de volgende video. Doei doei!